2020, uw werk als wethouder, wat voor jaar was dit? Ja, dat was een hernieuwde kennismaking met, uh, met de gemeente uh, Westvoorne. Ik ben in uh, oktober uh, vorig jaar beëdigd. Ik, uh, ik ken uh, Westvoorne goed, uh, veel uh, kennissen en vrienden wonen hier. En eigenlijk uh, sinds dat ik. Uh, uh, nou ja, Geboren ben en met mijn ouders hier ook zeer frequent geweest. Dus uh, ja, het was eigenlijk een hernieuwde kennismaking. Een, een, een prettige hernieuwde kennismaking? Absoluut, vanwege. absoluut. Ja, voordat, uh, voordat ik ja zei tegen de vraag of ik hier wethouder wilde worden, uh, ja, heb ik uh, uiteraard me weer goed uh, georiënteerd. En uh, ja, het was nog steeds die prettige uh, leefomgeving, prettige mensen, inwoners. Uh, dus het was eigenlijk niet zo moeilijk om, uh, om ja uh, op de vraag of ik hier wethouder wilde worden te zeggen. Uh, en dan begint u en dan komt u in een jaar dat meteen als een wervelwind door Nederland raast. Ja. ja, dat is wel een heel bijzonder jaar en we zijn er nog niet uit. Maar wat je wel ziet, en, en uh, ik zal niet zeggen in tegenstelling tot, hè, maar ook uh, wat je landelijk ziet, is dat, uh, dat men toch hier uh, in, in Westvoorn. Uh, goed naar elkaar omziet. Uh, Natuurlijk zijn hier ook uh, tegenstellingen die wat harder zijn dan uh, normaal. Maar uh, nou, het is gewoon goed te zien dat uh, Westvoorne naar elkaar omkijken. En dat is ook wel uh, wat ik als zeer prettig heb ervaren. En wellicht dat is ook het dorpse karakter van, van Westvoorne. Maar dat is een absoluut uh, pluspunt. En ja, Dat zijn ook wel lessen die ik uh, de afgelopen periode heb uh, ervaren. Ja. Ja. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Hoe u merkt dat dat? Ze toch hand in hand staan dan eigenlijk? Nou ja, je ziet het dat, dat mensen uh, uh, bereid zijn om, om boodschappen te doen voor hun uh, voor buren die in isolatie zijn. Of uh, het omkijken naar, uh, naar de ouderen. Uh, echt echt heel onbaatzuchtig omkijken uh, ja, uh, naar, uh, naar die mensen. En, maar ook gewoon het voldoen aan maatregelen. En, en nogmaals, uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die. Uh, die het idee hebben dat, uh, dat corona hun niet raakt en dat het allemaal een, een hoax is. Maar uh, nee, ik, ik, uh, ik vond het heel warm en, en prettig om te ervaren dat hier in west uh, goed naar elkaar wordt omgekeken. En in die zin uh, is, blijft het vak dan ook mooi, want u heeft natuurlijk veel snecht, slecht nieuwsgesprekken natuurlijk in zekere zin moeten. Ja, nou ik, ik heb net als mijn collega's ook natuurlijk veel met ondernemers en inwoners gesproken en hoe zij dit ervaren. En ja, soms moeten wij niet uh, al te leuke uh, maatregelen conform de landelijke richtlijnen ook hier in Westvoorne van toepassing verklaren. Ja, en dat valt hard. En zeker als dat uh, de ondernemers uh, beperkt, maar ook onze eigen inwoners in hun bewegingsvrijheid. Ja, dat is niet leuk, maar je ziet wel uh, dat er toch wel begrip is ook binnen Westvoorne. En nou ja, dat wij in gunstige mate achterblijven in de cijfers is daar misschien ook wel het uh, bewijs van. Nu was het voor u persoonlijk, dus uh, een jaar van een uh, hernieuwde kennismaking met de regio. Maar, maar hoe kijkt u er verder persoonlijk op terug? bent u zelf nog getroffen in de nabije kring door corona? Dat soort dingen? Ja, ik, nou, ik, ik heb zelf uh, enkele dagen in het ziekenhuis gelegen met corona. Dat was helaas niet uh, de milde variant. Ik heb echt wel uh, serieus uh, moeten knokken. Uh, maar dat is nog niet in verhouding uh, met mensen die op de IC of zelfs uh, erger. Uh, uh, getroffen zijn door corona. Dus, dus uh, ja, ik, ik ben zeer gelukkig dat ik, uh, dat ik er goed doorheen gekomen ben. Maar het heeft, wel, uh, het heeft wel energie gekost en nog steeds. Ik ben nog steeds niet hersteld. Maar uh, ja, ik, ik, je hoort het steeds vaker ook om je heen hè, dat mensen getroffen zijn en die dan uh, een hele lange hersteltijd hebben. En dat ook hun omgeving daar natuurlijk uh, in betrokken wordt. Ja, dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat u de urgentie toch al wel voelde, maar zoiets. ja, dat wakkert het helemaal aan, natuurlijk. Nou ja, je, je, ik had al een goed besef, omdat ik ook uh, tot een risicogroep behoor. En, uh, dus ik was al uh, uitermate voorzichtig. En dan verbaas je je soms over het gemak waar mensen de maatregelen naar zich neerleggen. En uh, ja, dan dat je uiteindelijk uh, door, door een toeval zelf uh, besmet raakt en heel je gezin ook uh, besmet raakt. Ja, dan ga je nog eens extra kijken naar de maatregelen en de nutte noodzaak daarvan. En ik, ik bestrijd ze ook niet hoor, de, de maatregelen die vanuit Den Haag en eh, vanuit de veiligheidsregio eh, zeg maar, opgelegd worden. Eh, juist wellicht van dat besef eh, wat het allemaal kan betekenen. Is iedereen er goed uitgekomen in het gezin? Ja, ja, ja het is heel bijzonder. Ik heb twee zoons, volwassen zoons, die, die zijn besmet geraakt. En mijn vrouw helemaal niet. Binnen één gezin. En, ja, of dat te maken heeft met een sterker sterke geslacht, dat weet ik niet. Maar de, ja, die heeft zich er heel goed doorheen geslagen. Bleken de vrouwen toch weer sterker dan de mannen? Ja, ik, ik vermoed het. Ja, zeker. Ja. Ja. Waar put u hoop uit? Nou, wat ik net al eerder aangaf... Uh, is, is toch wel uh, dat, dat mensen meer de verbinding zoeken. Uh, en natuurlijk en zie je nu ook wel... Dat er juist grote verschillen ontstaan. De mensen die dit toch kenmerken als een, als een, een griepje, en mensen die het heel serieus nemen en elkaar aanspreken op zeg maar, gedrag of nou ja, het, het verzwakken van de beeldvorming of juist versterken van de beeldvorming als het gaat om, om corona. En mijn hoop is dan ook gevestigd op dat er na deze periode, en ik hoop dat die snel komt de beëindiging van de coronapandemie, uh, dat, dat mensen meer de verbinding met elkaar gaan zoeken. Uh, da daar spreek ik er wel echt mijn hoop uh, over uit. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk wel zo. Dat het laat wel zien dat dingen die vanzelfsprekend waren, dat je die misschien kan herijken voor jezelf, dat je opnieuw de waarde ervan inziet. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En zeker ook uh, voor wat betreft de oudere zorg. Hè. Als je natuurlijk uh, geconfronteerd wordt als... Uh, als, als uh, zoon of dochter van iemand die in een verzorgingstehuis zit... die ja, maandenlang uh, geen, geen bezoek mag hebben... Ja, misschien is dat een extra impuls om, uh, om uh, uh, extra bij, bij vader of moeder op uh, bezoek te gaan. Of ja, misschien wat ga, gaat betekenen in de vrijwillige scène... dat ze bereid zijn om ook... Uh, extra mantelzorger te worden of zo. Daar hoop ik echt op. Ja. Hoe ziet u 2021 voor zich? Denkt u dat het, dat het oude normaal dichtbij is? Ja hoor, dat denk ik wel. Het blijkt toch wel dat we qua economie ook best wel flexibiliteit hebben... en ook wel, wel wat, wat kunnen opvangen. We hebben heel veel financiële offers moeten doen. Uh, maar ik verwacht ook wel dat, uh, dat sociaal, so, zowel sociale aspecten uh, gewoon weer terugkomen als van ouds. En misschien zelfs uh, versterkt zijn. Uh, als ook dat we vrij snel ook hier lokaal in Westvoorne een, uh, nou, een opbloei krijgen van, uh, van de economie, de lokale economie.